Een pakketje is al lang niet meer geweest. Dames en heren, hartelijk welkom bij Fanmail aflevering 17. En ik weet niet wat hierin zit, maar dat gaan we kijken. Dat gaan we zeker kijken. Het is namelijk een mooi paar schoenen in deze mooie schoenendoos. Nee, mijn naam staat erop. En dit pakketje staat serieus al echt 3 weken of zo in mijn kamer. En omdat ik gewoon geen tijd had om fanmail te maken, heb ik nu dus weer een fanmail. Met deze schaar moet het lukken. En mij benieuwen wat hierin zit. Oké, het zit helemaal netjes ingepakt en... Oh my god. Dit is echt bizar. Wauw. Oké, ik laat het nog niet zien. Ik ga eerst de brief voorlezen. Oh my god. Ik durf het gewoon niet aan te raken. Beste Vincent, ik ben een grote fan van jou en de Disneycraft crew. En van Disneycraft. En het leek me dus leuk om iets te sturen en dat deed ik. Hopelijk vind je het leuk. Groetjes Camilla. PS, niet alles wat erbij hoorde kon ik maken. Sommige dingen zijn niet geprint. Oeh, wat zal het zijn jongens, weten jullie het? Sorry en doe de groetjes aan de rest van de Disneycraft crew. Nou, dat zal ik zeker doen. En er zit iets bij, namelijk een kerstkaartje. Dus ik ben eigenlijk een beetje te laat geweest met dit pakketje. Maar toch vind ik het super. En ik zie hier prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En dan zie je een donuthoofdje. Echt te cute. En ik ga het proberen zo voorzichtig mogelijk eruit te halen. Want dit is echt het meest bijzondere wat ik ooit heb gezien. Ik laat het zien jongens. Kijk. Dit vind ik echt, echt, gewoon echt te gek. Een Ender Dragon. Wauw, dit is echt bijzonder jongens. Dit is echt bijzonder. Dit is echt gaaf. Ik had het echt niet verwacht. Dit lijkt mij heel veel werk om te doen. En dat hoofd, dat steekt ook omhoog. Ik kan hier echt gewoon echt zo lang naar kijken. Het is prachtig. Ik kan niet wachten om dit aan de crew te laten zien. Want het is echt bijzonder. Wauw. Nou echt. Camilla, fantastisch dat je dit hebt gemaakt. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik ga hem zeker een mooi plekje geven. En wil jij ook zo'n leuke fanmail sturen? Hier word ik echt zo gelukkig van, dat wil je niet weten. Wil je een fanmail sturen? Stuur hem naar het onderstaande adres even een mailtje. vincentbauritius@gmail.com. En vraag dan even of je mijn adres wil. Of dat je mijn adres mag. En dan stuur ik mijn adres naar je toe. En dan kan jij persoonlijk een fanmail of een cadeautje sturen. Wat jij me wilt. En dat komt in de aflevering van het fanmail. Tot de volgende fanmail. En ik ga je vast verklappen in de volgende fanmail. Gaan we naar het buitenland. Wauw. Doei doei!